Het is 1 uur. Dit is het journaal met Wim de Vilder. Goedemiddag. Straks worden N-VA-voorzitter Bart De Wever en PS-voorzitter Paul Magnet verwacht bij koning Filip. De twee voorzitters kregen ruim 10 dagen geleden aan de vooravond van de Nationale Feestdag de opdracht om samen een federale regering te vormen. De voorbije tijd werkten De Wever en Magnet in alle discretie aan die opdracht en straks zullen ze aan de koning een stand van zaken geven over waar ze staan met hun missie. En Michael van Drogenbroek, jij hebt al post gevat aan het paleis in Brussel. We hebben de voorbije 2 weken nauwelijks iets gehoord over die poging om een regering te vormen. Is dat goed of slecht nieuws? Met andere woorden, is de vooruitgang geboekt? Ja, dat die discretie 2 weken bijna helemaal is gebleven, is uiteraard een goed teken, Wim. Omdat er inderdaad wel heel wat stappen gezet zijn. Met name tussen de N-VA en de PS. En de SPA van Conor Rousseau was daar ook bij betrokken. Er is een soort startnota uitgewerkt. Waar voor die twee grootste partijen van het land voor allebei wel wat in zit. Uitzicht op een staatshervorming voor de N-VA. Heel wat sociale maatregelen voor de PS en de SPA. Ook over veiligheid is er een belangrijk thema. Maar niet alles in detail uitgewerkt, zodat er ook voor de andere partijen die aan de tafel moeten schuiven natuurlijk ook nog wel wat mogelijkheden zijn om hun stempel te drukken. En dat is deze week gebeurd, een eerste oefening daarvan. Er is samengezeten met de voorzitters van de twee christendemocratische partijen. Dat is vlot gegaan, horen we. En er is samengezeten samen met de voorzitters van de twee liberale partijen, met Open VLD en MR. En dat was toch een pak moeilijker, in die mate ook, dat een van beiden allicht niet nodig is voor deze meerderheid. En dat is eigenlijk iets wat nog altijd op de tafel ligt en wat dus nu wat voor een knoop zorgt eigenlijk. Ja, dus toch nog geen doorbraak vandaag mogen we dan verwachten. En dan is de vraag natuurlijk, waar zit inhoudelijk die knoop? Ja, die zit eigenlijk toch bij die twee liberale partijen die zich ook aan elkaar hebben vastgeklampt. En waar je toch bij eigenlijk alle andere partijen die ik vandaag heb gehoord, hoort dat het probleem eigenlijk zit bij de Franstalige liberalen. En vooral bij hun voorzitter, bij Georges-Louis Boucher, die niemand vertrouwt aan die tafel. En ja, die daardoor eigenlijk ook niet gewenst is. Omdat men ervan uitgaat dat op het moment dat hij aanschuift, dat het is om die poging, die heel moeilijk is, heel fragiel is, om die te doen mislukken. En er wordt dan ook voor gewezen naar een nota die de twee liberale voorzitters van Open VLD en van MR gisteravond hebben bezorgd. Hun eisenpakket, zou je kunnen zeggen. En we hebben delen kunnen zien. Daar staan toch wel opmerkelijke dingen in. Waar je zou kunnen zeggen, die klappen uit delen aan alle drie de andere families die aan de tafel zitten. Het gaat van een federale kieskring, wat voor N-VA natuurlijk onbespreekbaar is. Ethische thema's, dossiers zoals abortus, de vrijheid laten aan het parlement om dat te stemmen, wat voor CD&V onbespreekbaar is. En sociale partners hun rol verkleinen, wat voor socialisten dan weer heel moeilijk is. En daar hoor ik bij andere partijen, zie je wel, dat het is de bedoeling om dat echt kapot te maken in een poging om dat te doen. En dus willen ze, koste wat kost, Open VLD losweken en Open VLD wel bij die gesprekken betrekken, maar dat wil Open VLD niet. En zegt de voorzitter van Open VLD, Egbert Lachert, maar kijk, die nota is niet te nemen of te laten. Laten we gewoon met z'n zevenen, met de MR erbij aan de tafel gaan. Laten we onderhandelen. Dat kan wat ons betreft nu beginnen. Wat zal er dan gebeuren nu, na het bezoek van de voorzitters van N-VA en PS aan de koning? Wellicht wordt hun opdracht gewoon verlengd. Het is nog geen moment om te schakelen, nog niet naar een echte formatie te gaan. Die poging die er nu aan de gang is, die zal nog even kunnen blijven duren. Maar de druk wordt natuurlijk groot op alle partijen, maar toch ook op Open VLD. Want die oefening van PS en N-VA samen aan de tafel, dat is toch ook wat altijd de voorzitter van Open VLD, Egbert Lachert, wou. Dat kan nu, als zij mee daar aan tafel gaan. En natuurlijk, er is die andere druk, Wim. Die coronacijfers die heel slecht zijn. En ook vooral de economische toestand die van kwaad naar erger gaat. Dus je kan er wel van op aan dat die druk, om dat te doen lukken, dat die wel heel erg groot zal worden de komende dagen. En straks weten we meer. Dankjewel, Michael. Zo'n 300 Belgische voorkramers betogen vandaag in Brussel tegen, volgens hen, te strenge coronamaatregelen. Ze trekken met hun trucks door het centrum van de hoofdstad.
Door de recent afgekondigde maatregelen schrappen burgemeesters over het hele land de kermissen voor de maand augustus. Dat is onder meer het geval in Brussel, waar de grote Zuidvoor niet kan doorgaan. Die stond er normaal nog tot het einde van de vakantie. De voorkramers hielden halt aan de Wetstraat. Ze eisen dat de overheid de kermissen weer mogelijk maakt en als dat niet kan, eisen ze nieuwe financiële steun. Anders vrezen ze voor het einde van de Belgische kermiscultuur. Een van de oudste beroepen van België. Van voor de middeleeuwen bestaat de kermis al. Het hoort niet alleen kermiscultuur, het is Belgische cultuur. En dat moet in de Wetstraat begrepen worden. Als het zo blijft duren, is er zeker een vastgeld nodig. We kunnen het niet zo blijven houden. Het zijn zware kredieten, grote attracties kosten heel veel geld. Er zijn kredieten die 20.000 à 25.000 à 30.000 euro per maand kosten. Die kunnen we niet blijven uit onze spaarkas halen. We kunnen hier lekker wandelen, fietsen, eten is ook geen probleem. Dus we genieten ervan. Ja, ook al is de buitenlandse reis weggevallen, dit was dit was een goede vervanging. Of een aanvulling. Aan de zee zijn ze klaar voor een zomerse driedaagse, precies in de helft van de zomervakantie. Volgens de eerste cijfers van toerismebedrijf Westtour was de kust in juli minder in trek als bestemming voor een dagtrip. Er kwamen zo'n 20% minder mensen naar zee voor één dag. Maar er waren wel meer verblijfstoeristen. Mensen dus die voor meerdere dagen bleven, bijvoorbeeld in hun tweede verblijf op hotel of in een appartement. De sector van het verblijfstoerisme, dus zowel commerciële logies, hotels, vakantiewoningen, maar ook de tweede verblijvers, die kent een stijging van 25% in vergelijking met vorig jaar. Dus dat is wel heel positief. Het is zo dat de kust voor vele Belgen een vertrouwde, een veilige bestemming is ook. En dat als men hier komt, dat men onmiddellijk dat vakantiegevoel heeft. Dus de kust blijft voor de Belg een vertrouwde vakantiebestemming. De hoop is er, als het goed weer is, dat het wel zal vollopen, lichtjes toch, maar de mensen wachten af wat de verstrengde maatregelen eventueel nog zouden kunnen zijn, wat de evolutie is van het virus en vooral het weer. Ja, de onzekerheid die blijft hangen. Inderdaad, die is heel sterk voelbaar onder de mensen. Het is heel, heel anders werken dan anders. Thijs Mauro, in Sint-Idisbald ben jij. Westtour is blijkbaar tevreden. Toch wel een beetje opvallend, hè? Ja, toch wel een voorzichtig positief geluid horen we. Dat de meeste mensen naar zee zijn gekomen voor meerdere dagen. Dat is niet verwonderlijk. Staycation werd gezegd. Blijf in eigen land. Dat is dus gelukt. Aan de andere kant heb je die 20% daling in de dagjestoeristen. Maar ook de campings hebben het niet zo goed gedaan. 2/3 bezettingsgraad lag natuurlijk aan het wat mindere weer. De horeca, dat is een beetje dubbel. Ja, die hebben natuurlijk wel werk gehad. Maar de vraag is, hoeveel mensen kan je bedienen? Want met de coronamaatregelen liever. Ja, die afstandsregels en dat soort dingen. De registratie, het allemaal dingen die erbij komen. Dus je kan niet meer volk zetten dan mag. En daar is ook wel een dubbel gevoel dat toch wel bovendrijft. En de vraag is nu natuurlijk, wat brengt de maand augustus? Ja, die gaat in elk geval sterk starten dit weekend. Als je vandaag meerekent, wordt het misschien de warmste dag van het jaar. En dit weekend ook nog goed weer. Er zijn veel mensen op weg naar de kust. Er stond file op de E40 van Groot-Bijgaarden tot Aalter. Golvende file. Dat is lang geleden dat we nog zo'n dingen gehoord hebben. Dus de hoop is dat dat de start is voor een goede maand augustus. En de vraag van Westtour is natuurlijk wel, als je dan toch naar zee komt, kijk op die kustbarometer, de druktebarometer aan de kust, om te zien waar het druk is en waar het rustig is. Want het blijft een afweging tussen vakantiegevoel, economie, maar ook die volksgezondheid. En als iedereen zich aan de regels houdt en spreidt over die hele kustlijn, van de Pannen tot Knokke-Heist, dan moet er voor iedereen zeker plaats zijn aan de kust. Maar het is belangrijk dat de mensen niet gaan concentreren, zelfs al is het supergoed weer in augustus, maar spreiden over de hele kustlijn. Dat is het ordewoord dat Westtour ook nog wil meegeven voor de komende maand. Dat zou mooi zijn, inderdaad. Dankjewel, Thijs. De eerste maand van de zomervakantie zit erop en dat betekent ook dat veel jeugdkampen intussen voorbij zijn. De meeste kampen zijn op een veilige manier kunnen verlopen. Van de ongeveer 13.000 jeugdactiviteiten werden er 33 geannuleerd. Bij 24 hiervan was er effectief sprake van een coronabesmetting. Meestal ging het om maar één persoon die positief was getest, maar de activiteiten werden wel meteen stopgezet. Ondertussen werkt de overheid aan een nieuwe campagne waarmee ze probeert om jongeren beter nog te bereiken.
Vandaag leggen we ook de nadruk op het voortzetten van dat respect voor die maatregelen. Ook de tracingcampagne, dat wanneer je gecontacteerd wordt, dat je onmiddellijk ook heel transparant moet zijn over alle contacten. En vandaag proberen we ook influencers in te zetten om vooral ook jongeren te bereiken. En we hebben al heel wat mensen gecontacteerd. Denk aan Average Rob, Jamie Lee Six. Allemaal mensen die ook op Instagram en TikTok populair zijn. En die op die manier jongeren kunnen bereiken die misschien via het klassieke nieuws niet worden bereikt. Giro Zonnebeke uit Zonnebeke breekt vandaag het kamp in Heusen-Zolder af. Met 120 waren ze, de deelnemers, verdeeld over vier bubbels die strikt van elkaar gescheiden waren. Het was aanpassen met alle strenge coronamaatregelen, maar het plezier overheerste. Is de afwas? Ja, we zijn er bijna. Het laatste ontbijt na 10 intense dagen. Dit kamp was anders dan anders, maar niemand wil graag naar huis. Hadden jullie makkelijk nog wat kunnen blijven? Voor mij mocht het gerust nog 10 dagen langer duren. Alles is goed verlopen. En, we hebben nog energie genoeg, denk ik eigenlijk. Jasper, pannenkoek. Ja, ik had toch al nog een beetje langer blijven. Ik wou dat ook graag. De voorbereidingen voor dit kamp waren loodzwaar. We hadden een coronabesmetting juist de week ervoor. Binnen het dorp. En dat was even paniek, want er zijn ook 7 kinderen niet mee. Ik zelf was wel bang dat ik zou terugkomen met corona of zo. Maar vanaf dat ik hier was, was het zo van... Het is niet meer erg, ik ben hier nu toch. Dus ja. De leiding heeft echt goed gekeken om iedereen apart te houden. Dat er niemand in contact komt met een andere bubbel. En ik had daar niet echt probleem mee eigenlijk. Ze zijn er eigenlijk verrassend goed mee overweg gegaan. Ik heb nooit probleem gehad dat er een toch gaan lopen is naar een andere bubbel. Dus. Ik heb ook nog vrienden in andere bubbels en dat was wel een beetje irritant. Allee, ze weten ook dat de enige manier is waardoor we op kamp kunnen gaan. Dus daarom hebben ze er ook goed op gelet. En de bubbels hadden zelfs een voordeel. Ze waren eigenlijk rustiger dan anders. Doordat ze in een kleine groep hier een keer zaten, waren ze wel rustiger. Dus, en voor jullie was het zwaarder dan anders? Of? Nee, minder zwaar. Sommige zaken gaan ook veel sneller. Dus het eten was normaal in aparte bubbels, waardoor je minder lang moet wachten op elkaar. En daardoor hebben we ook veel meer tijd gehad eigenlijk om te spelen. De kinderen hebben dat echt nodig. Ja, voor de kinderen moesten we het echt doen. Even verstand op nul en vooruit. En, ja, we zitten hier eigenlijk veel veiliger of dat we nu niet naar huis moeten. Dat zien we eigenlijk niet echt zitten. Goed afgelopen daar. Maar zoals verwacht blijven de coronabesmettingscijfers intussen stijgen. 2 weken geleden zijn er gemiddeld 228 nieuwe gevallen geteld. Vorige week waren dat er al 371. Dat is een stijging met 62%. Ook het aantal ziekenhuisopnames neemt toe. 2 weken geleden belanden er elke dag gemiddeld 15 nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis. Afgelopen week 24, een stijging met 60%. Het aantal overlijdens blijft laag, gelukkig. 2 weken geleden gemiddeld 3 per dag en vorige week ook. Als u terugkomt uit een rode zone, ontvangt u een sms met de vraag om in quarantaine te gaan en contact op te nemen met een arts. Deze dokter zal u vertellen waar u een test kunt doen. U ontvangt een tweede sms met een coupon waarmee u deze test kunt uitvoeren. Vanaf vandaag kunnen burgemeesters en lokale besturen in Vlaanderen het aantal coronabesmettingen tot op wijkniveau raadplegen. Er was al langer vraag naar meer gedetailleerde gegevens om zo de verspreiding van het coronavirus beter te kunnen indijken. Maar tot nog toe werden enkel de cijfers voor de volledige gemeente bekendgemaakt. En er zat ook wat vertraging op. Dat moet dus vanaf vandaag beter verlopen. Een zeer terechte vraag van de lokale besturen was: wij willen zicht krijgen op de situatie. Morgen zullen we het dashboard aan de lokale besturen overmaken. Zal elke burgemeester kunnen kijken tot op wijkniveau waar situeren hier die besmettingen. Dat was een vraag van de gouverneurs een week geleden. We hebben dat opgepakt. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Straks gaan we nog luisteren naar Wil Tura. Die heeft gisteren een concert opgenomen in de Marconi-studio van de VRT. Maar eerst het offerfeest dat vandaag wordt gevierd door moslims overal in de wereld. Het feest is niet hetzelfde als andere jaren. Minder mensen in de moskeeën of gebedsdiensten die volledig buiten plaatsvinden.
met afstandsregels, koortsthermometers en mondmaskers. Het coronavirus zorgt voor een heel apart offerfeest dit jaar. En ook de gewoonte om samen een schaap of een ander dier te slachten ondervindt de gevolgen van de pandemie, vooral economische gevolgen dan, want veel moslims hebben daar nu gewoon het geld niet voor. Jakarta, Indonesië. Wie hier vanmorgen wou komen bidden, moest zijn temperatuur laten meten. En het gebed vond buiten plaats, niet in de moskee, met minder volk dan er had kunnen zijn. Ook in Jeruzalem houdt de Al-Aqsa-moskee de deuren gesloten en moet iedereen buiten bidden. In Jeruzalem is het coronavirus nog lang niet verslagen. Gisteren werden er in Oost-Jeruzalem meer dan 100 nieuwe besmettingen vastgesteld. In Istanbul, in Turkije, is er wel binnengebeden in de Hagia Sophia, door de Grieken en orthodoxe christenen nog altijd Hagia Sophia genoemd en beschouwd als eeuwenoude kerk, maar sinds vorige week opnieuw in gebruik als een moskee. In Mekka mag dit jaar maar een beperkt aantal mensen de bedevaart maken naar de Kaaba, voor moslims het belangrijkste heiligdom. Normaal zouden er zo rond het offerfeest miljoenen moslims komen. En ook de traditie om een dier te slachten voor het offerfeest leidt onder de pandemie. Dat merken ze in Nigeria. Like we can see, people are not forthcoming out for buying. Some prefer being staying at home. So it has really affected the market. Voor de Amerikaanse president Donald Trump mogen de verkiezingen dan toch plaatsvinden op 3 november. Gisteren had hij op Twitter nog de vraag gesteld of het niet beter zou zijn om die stembeslag uit te stellen. Door de COVID-epidemie zullen veel meer Amerikanen dan gewoonlijk hun stem kunnen insturen met de post. En Trump blijft ervan overtuigd dat daarmee geknoeid kan worden. I don't want to delay. I want to have the election. But I also don't want to have to wait for 3 months and then find out that the ballots are all missing and the election doesn't mean anything. That's what's going to happen, Steve. That's common sense. And everyone knows it. Smart people know it. Stupid people may not know it. And some people don't want to talk about it. But they know it. This election will be the most rigged election in history if that happens. Bij luchtvaartmaatschappij KLM dreigt ontslag voor 1500 mensen. In de periode april tot juni daalde de omzet van KLM met 75%. De omvang van de luchtvaartmaatschappij moet aangepast worden aan de nieuwe realiteit, klinkt het. Het bedrijf gaat de komende jaren 4500 tot 5000 voltijdse jobs schrappen. Dat gebeurt onder meer door tijdelijke contracten niet te verlengen en door vrijwillig vertrek. Maar voor 1500 mensen wordt het wellicht ook definitief ontslag. In Chili staan lange rijen mensen bij de kantoren van pensioenfondsen. Ze mogen maximaal 10% afhalen van het geld dat ze daar geblokkeerd hebben. Het spaargeld willen ze nu al gebruiken om huur en eten te betalen. Door de coronapandemie gaan wellicht 10 miljoen Chilenen hun spaargeld voor de oude dag nu al aanspreken. En de Braziliaanse president Bolsonaro is weer op tour, voor het eerst sinds hij negatief testte op het coronavirus. Eerder had hij verschillende keren positief getest. Bolsonaro landde op een regionale luchthaven, maakte een ritje te paard en zette daarbij geregeld zijn mondmasker af. Daarna vertrok hij weer per vliegtuig. Maarten, ja, het is alweer een belangrijke dag voor het Belgisch voetbal. Ja, vandaag moet zowat de seizoensfinale worden van deze onwaarschijnlijke voetbalshoop. Toch, hè? Er zijn nog zoveel vragen. Krijgen we een competitie met of zonder Waasland-Beveren met 16, 17 of 18 ploegen? En wanneer zal die competitie dan beginnen? Daarover vergadert de Pro League, de verzameling van profclubs, sinds vanmorgen in het Crown Plaza Hotel in Diegem. De competitie gaat normaal gezien volgende week van start. Maar door de uitspraak van het BAS enkele weken geleden en van de rechter in Kortgedin gisteren, allebei in het voordeel van Waasland-Beveren, moet er een nieuwe oplossing gevonden worden. Bij de start van de algemene vergadering vanmorgen wilden de vertegenwoordigers van de grootste clubs niks zeggen. Alleen Philippe Bormans van 1B-ploeg Union wilde wel wat kwijt. Het
is ook niet wit of zwart. Het is echt een heel moeilijke materie waarbij er voordelen en zowel plus- als minpunten zijn voor iedere partij. Maar nogmaals, ik denk dat als we vandaag onze ego's aan de kant zetten, als we ons gezond verstand laten zegevieren en als alle partijen bereid zijn van wat water bij de wijn te doen, dat het misschien toch wel mogelijk zou zijn om er alsnog uit te geraken onder de clubs en niet opnieuw richting een litige te gaan. Peter van der Bemt, de ego's moeten aan de kant, horen we. En iedereen moet zijn gezond verstand gebruiken. Jij volgt het daar al de hele ochtend. Is er al nieuws? Wel, op dit moment is de vergadering onderbroken. Een klein half uurtje geleden voor de lunch. Dan zal ze meteen weer gaan beginnen natuurlijk. Maar dus officieel nieuws is er nog niet. Maar uit de vergadering hebben we toch begrepen dat het oorspronkelijke plan voor vandaag, namelijk een herbevestiging van de beslissing van 15 mei, een competitie met 16 clubs volgend seizoen en de degradatie van Waasland-Beveren, dat plan nu definitief dood en begraven is. Een aantal hardliners, zoals CEO Pierre François en de bondsvoorzitter en voorzitter van Charleroi, Mehdi Bayat, hebben op de raad van bestuur, die om 10 uur had vergaderd, daar wel nog voor gepleit, maar die discussie is door de Raad van Bestuur toch gauw verlegd naar 17 of 18 clubs. En een discussie die zich heeft voorgezet op de algemene vergadering, waarop, zo hoor ik, CEO Pierre François vreemd genoeg heeft gepleit vurig voor een competitie met 17 clubs. Ook al heeft de nieuwe rechtenhouder Eleven Sports aangegeven dat dat voor hen onbespreekbaar is. Veel clubs zijn daar ook niet voor te vinden, onder meer omdat er dan elke week één ploeg vrij zou zijn. Na de lunch is er in principe een stemming en weten we dan of het volgend seizoen met 17 of met 18 zal zijn. Ja, als ik het zo hoor, Peter, kunnen we dan nu al concluderen dat we dan toch naar een competitie met 18 clubs aan het evolueren zijn? Nee, de enige conclusie die je zou kunnen trekken is dat Waasland-Beveren volgend seizoen in de hoogste klasse speelt. Dat het zijn slag heeft thuisgehaald. En nu is het dan afwachten waarvoor, voor welk format 17 of 18 clubs er een 2/3 meerderheid zal moeten worden gevonden. Want dat is in principe toch de meerderheid die vereist is om de beslissing te nemen om een nieuw format voor volgend seizoen samen te stellen. En dan zal het nog moeten ingevuld worden. Is dat dan met of zonder play-offs? En ook het televisiegeld moet dan herverdeeld worden. Dus niet alleen de keuze voor het aantal clubs moet besproken worden. Daarna volgt er nog ongetwijfeld een heel moeilijke discussie. Misschien dat de Raad van Bestuur een nieuw voorstel zal moeten formuleren om het dan uiteindelijk helemaal af te ronden. Dus wanneer dat precies zal zijn, dat kan ik jou niet vertellen, Maarten. Oké, Peter, ga ook maar even lunchen. Dank je wel. En sowieso tot straks. Deze week wordt er al stevig gekoerst in Spanje, maar morgen pas is er opnieuw koers in de World Tour. Dat is het allerhoogste niveau. De Strade Bianche, de topkoers op Italiaanse grindwegen in Toscane, mag de spits afbijten. Veel renners zijn de prachtige grindwegen al aan het verkennen. Daarbij ook de Olympische kampioen, Greg Van Avermaat. Van Avermaat eindigde in de nog jonge, maar heel populaire klassieker al vaak in de top 10. Maar winnen lukte hem nog niet. De Toscaanse hitte is in ieder geval een bondgenoot voor Van Avermaat. Ja, morgen wat iets minder. Schopje makkelijk rijden is zalig. De topfavoriet van morgen is iemand die de Strade Bianche nog nooit heeft gereden. De drievoudige wereldkampioen veldrijden en alleskunner. Mathieu van der Poel. Op training reed Van der Poel alle records van Vlaarde. En als veldrijder is hij in het voordeel op de meer dan 60 kilometer onverharde wegen. Ja, een andere Poel, Remco Evenepoel, deed gisteren in de Ronde van Burgos de monden nog maar eens openvallen. Op de steile slotklim in Spanje reed hij topklimmers en grote rondewinnaars in de vernieling. Terwijl Evenepoel naar eigen zeggen nog altijd niet in topvorm verkeert. Straks in de Ronde van Italië is hij een van de topfavorieten, ook voor de buitenlandse volgers en media, die erg gul waren met lof. Deze jongen is een machine, bloklettert de Spaanse sportkrant Marca, de koning van het volgende decennium. Remco Evenepoel maakt indruk in de Ronde van Burgos. Hij veegt letterlijk de concurrentie weg, meteen zijn nieuw zegengebaar. Er werd nog van buitenaf getwijfeld, kan hij het wel aan tegen zo'n wereldtoppers of niet? En ik zeg nu niet dat ik zelf een wereldtopper op het klimvlak ben, maar het is natuurlijk altijd fijn om zo'n wereldtoppers te kloppen. Zijn aanval op de Picon Blanco, een col buiten categorie, was perfect getimed. Wereldtoppers als Valverde, maar ook Giro-winnaar Carapaz en Vuelta-winnaar Yates waren dan al lang gelost. En toch is Remco Evenepoel nog lang niet in topvorm. Ik denk dat we zelf wel het beste weten wanneer ik in topvorm ben en wanneer niet. Dus dat zullen we zelf wel bepalen. Maar het is altijd beter om goed aan het seizoen te starten dan met nog achterstand. Maar ik ben zeker nog niet in topvorm. We hebben nog tijd. We hebben nog tijd. Ook de show na de rit verzorgt Remco Evenepoel. Met glans de jongen uit Schepdal krijgt zowat alle truien met bijpassend mondmasker. Zelfs de groene puntentrui die eigenlijk niet voor hem bestemd was. Maar bij al die weelde kan de organisatie zich al eens vergissen.
Ja, dat begrijpen we. Straks is het wellicht aan de sprinters, maar morgen is het opnieuw aankomstberg op daar in Burgos. En dan is het opnieuw uitkijken naar dat piepjonge, 20 jaar nog maar, fenomeen Evenepoel. Ongelooflijk, hè? Ja. Dankjewel, Maart. Vergeet Barbara, ze brengt jou alleen verdriet. Denk aan je geluk, vergeet u mee. Vijf grote concerten zouden er komen voor de 80ste verjaardag van Wiltura volgende zondag. Helaas is om evidente redenen dat grote verjaardagsfeest uitgesteld. Maar de fans mogen zich toch al verheugen in een concert dat wordt uitgezonden op VRT Nu en op Radio 2 overmorgen. Het werd opgenomen in Studio Marconi, hier op de VRT. 11 bubbels van 2 mensen mochten het concert live bijwonen. Ik ben zo eenzaam zonder jou. De grootste hit van Wiltura is wellicht ook het bekendste Vlaamse lied. Wat betekent het voor hem, 80 worden op het podium en in het echte leven? Dat betekent iets goed eigenlijk, dat ik tot mijn 80ste mag meedoen in het leven, in de eerste plaats. Mijn familie, mijn vrouw, mijn kinderen. Ik ben daar heel gelukkig om. Ik ben altijd goed omringd geweest door hen. En dan ook mijn vak natuurlijk, dat ik nog vandaag kan zingen en liedjes schrijven en muziek maken. Dus dat is bijzonder voor mij. Ja. Blauw, zo hemelsblauw, in gouden zonneschijn. Onder meer het onthullen van een standbeeld in zijn geboortestad Veurne is nu uitgesteld wegens corona. Maar vooral ook 5 grote verjaardagsconcerten waar Wiltura al blijft hopen. Er komen 5 grote concerten die zeer belangrijk zijn, mochten ze mogen doorgaan. Maar we weten nu niet precies wanneer dat het zal kunnen. Dus het is afwachten. Maar ik hoop ze te mogen doen. Er staat hoop. Fragmenten van het unieke concert zijn te horen nu zondag van 10 tot 1 op Radio 2. En daarna is het ook integraal te zien op VRT Nu. Wat een prestatie toch nog altijd. Straks worden N-VA-voorzitter Bart De Wever en PS-voorzitter Paul Magnet verwacht bij koning Filip. De twee zullen komen vertellen waar ze staan met hun opdracht die ze kregen om een federale regering te vormen. Dank voor het kijken. Fijne vrijdag verder. Wellicht wordt hun opdracht gewoon verlengd. Het is nog geen moment om te schakelen, nog niet naar een echte formatie te gaan. Die poging die er nu aan de gang is, die zal nog even kunnen blijven duren. Maar de druk wordt natuurlijk groot op alle partijen. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.